Ik ben Bert Hummels, fractievoorzitter van Leefbaar Almelo. En wij doen dit jaar weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat er heel veel mensen komen stemmen en natuurlijk ook op ons. We hebben ons de afgelopen jaren heel fanatiek ingezet. En we hopen de komende 4 jaar ook nog wat te kunnen betekenen voor Almelo. Leefbaar Almelo wil graag in de komende 4 jaar laten zien waar ze voor staan. En dat gaat dan vooral om goede werkgelegenheid. Zowel laaggeschoolde als andere werkgelegenheid. Betaalbaar wonen, want wij zijn van mening dat het erg is dat mensen zoveel aan wonen kwijt zijn dat ze nauwelijks nog wat overhouden om aan andere dingen te besteden. En het is juist ook voor de lokale economie belangrijk dat mensen wat over hebben. Dat wordt direct in de lokale economie geïnvesteerd. Werkgelegenheid is belangrijk. Duurzaamheid is voor ons heel erg belangrijk. We hopen dan ook dat het ons lukt het energieverbruik te beperken, want dat is de belangrijkste stap. En daarnaast willen we heel graag zoveel mogelijk alternatieve energiebronnen aanboren. En dat hoeven niet alleen windmolens en zonnepanelen te zijn. Dat kan op heel veel andere manieren. Dat kan door koude warmteopslag en diepe water gebruiken om energie te besparen. Nou, daarnaast hopen we dat met name het sociale aspect in Almelo weer wat terugkeert. Want we hebben de laatste jaren te veel negatieve effecten gezien. Dat er op te veel organisaties ook in de stad bezuinigd werden. Juist die organisaties die er voor de mensen zijn. En wij willen zorgen dat daar meer in geïnvesteerd wordt. Dat er meer aandacht is voor de mensen. Dat er meer aandacht is voor de natuur. En dat er meer aandacht is voor het welzijn van de mens. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen komt stemmen. 14, 15, 16 maart. En wij hopen dan dat er een zo hoog mogelijke opkomst is. Dan krijgen we ook een reële vertegenwoordiging in de raad. En natuurlijk hopen wij zelf als Leefbaar Almelo dat u op ons gaat stemmen. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Leefbaar Almelo denkt dat het heel verstandig is daar te investeren, want dat is wel de kern van de stad. Daar kun je ook de meeste mensen mee aantrekken. En het is heel belangrijk dat we daar op de juiste manier in investeren. Dus we hoeven niet speciaal nieuwe winkels te ontwikkelen. We kunnen veel beter zorgen dat de binnenstad meer groen en meer water heeft, waardoor het aantrekkelijker is. Waardoor het ook fijner is voor de mensen om in de binnenstad te zijn. En het winkelen verandert toch, dus daar hoef je als overheid niet te veel in te investeren. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Uitbreiden van het Business Park XL is eigenlijk alleen maar noodzakelijk als er voldoende goede gelegenheid geboden kan worden. Als daar bijvoorbeeld werkgelegenheid komt wat maar voor een paar mensen is en dan ook nog van buiten Almelo, dan lijkt het mij niet verstandig daar de natuur te verkwanselen. Ik hoop dat het lukt juist op de bestaande bedrijventerreinen voldoende werkgelegenheid te creëren. Dat is voor ons het meest belangrijke. Dus die kanaalsprong is voor ons niet noodzakelijk. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Nou, Leefbaar Almelo is van mening dat het heel belangrijk is. Alleen moet daar heel goed over gecommuniceerd worden waar het zou moeten komen en hoeveel. En onze voorkeur gaat uit naar eerst zonnepanelen op de daken, op alle bestaande daken, dus niet zomaar in de weilanden. Dat is zonde van de omgeving. Maar ons eerste punt wat dit betreft is dat het veel belangrijker is het energieverbruik te beperken. Dan heb je waarschijnlijk ook veel minder alternatieve energiebronnen nodig. Maar als we doorgaan zoals nu, komen we uiteindelijk overal energietekort. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Leefbaar Almelo pleit al jaren voor meer betaalbare woningen, sociale huur, maar ook goedkopere koopwoningen. En met name voor starters en jongeren op de markt is dat van belang. We hebben al voldoende duurdere woningen, ook al zegt het college, maar ook een deel van de raad daar heel wat anders over. Wij zijn van mening dat het beter is zoveel mogelijk betaalbare woningen in de sociale sector te verwezenlijken. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn.
Leefbaar Almelo is van mening dat cultuur en welzijn bijna de belangrijkste extra's van het leven zijn. En het lijkt wel een luxe, maar het blijkt dat het mensen veel gelukkiger kan maken, doordat ze ook buiten hun werk en alle verplichtingen om fatsoenlijk kunnen recreëren door alles wat er in cultuur aangeboden wordt in Almelo.